they come, ladies and gentlemen. Put your hands together. Geef some warm applause. Hey guys, two cars involved. One on the roof. Good eyes. Airbags deployed of this car. It's not stable. This car, passenger side, one victim. So they're currently conducting their 360-degree reconnaissance. Little bit. They do this to assess what the hazards are. Yeah, seen. Obviously quite a few, with a car on its roof, and then one of the cars hit on a barricade. Yeah, and there's also a tree behind the car, which will make it hard to enter from that side. Complex scenario they are trying to assess. The next thing they'll do is start the stabilization phase, deployed. And the medic will try to make contact with the casualty inside. Ja, okay. Koppen bij elkaar, jongens. Even naar mij toe komen. Incident commander is rallying his team. They do that so they this can get together and formulate a plan. Everybody side. On the same page. Car is not while stable. The medic is close the to the casualty, trying to make contact with him. For now, is finished. I want a small block between the two cars to make it one part. This car, we have to stabilize it to the floor, the front side. And I think we are planning on approaching the free side of the car, so that's the side. Okay. Everybody good? Yeah, okay, that's the glass management part. Okay. I'm going to discuss with the medic the first parts, but for now, the emergency stabilization and the emergency extraction, I'm going to discuss with the medic. Good conversation going on, making sure that everyone is on the same page, which is obviously important. Oh, no. And now they're jumping back emergency into action. Extraction, yeah. Right hand side, via the window. Yeah. So we're going to tape it and we are able to center pons it. I want you in via this side. Yeah. Paul? We're going to do an emergency stabilization here. Yeah. The first plan is this side is going to go open. And new we're team of Bravehearts just started. Yeah. What yes. is your first okay. assessment? You stay with the passenger. The team from Amsterdam have done really well. They've done a full ring of the scenario. Now looking at making access into the doors. That wordt de ingang van de medic, deze deur. Thanks, Paul. So obviously Paul is our commanding assessor. He and the rest of the team, I'll shortly introduce them to you. We got Steve. Steve looks after the technical team. And then there's Tony in the green jacket. He is assessing the medic. Inside the vehicle, there's Stu. And Stu is assessing from the inside. They are from the UKRO, a professional organization who hosts these challenges around the world. They've provided these for highly skilled assessors. After the team is finished with their run, they will go into debrief and get yeah. important learning points from these assessors. Okay, Peter, that wordt de ingang van de medic. Wat zei je? Ga ik even discussiëren. Gaat het lukken? Okay, top. Steve, it seems like they are still working on their stabilization. How is it all going? You know, I only heard recently that this is a new team of on-call firefighters. They've obviously rehearsed well because just from what we listened to, the communication was great. They're going down all the preparation routes now just as we'd expected to. So I think the real winners would be the people from their own place of Amsterdam. Rotterdam, Steve. Ronaldo told me it was Amsterdam. Sorry? A plan is they removed some of the glass, the space. Trying to get the initial access, is, contact the casualty via right that way. Window. And they're also and, preparing the tools. Next thing they'll probably do is gain initial access. Tony, how's the casualty inside doing? The casualty's all right inside. I need to get the medic in there. That is the window that is now open. I'm hoping that he's going through there at some stage. Thanks, Tony. So obviously, assessing the casualty inside is vital. That needs to be done as soon as possible. So they are getting a way in. That's their initial access. Get the medic inside. And then check the vital signs. Check for broken bones. And obviously, the injuries of the casualty dictate how to get this casualty out of the car. Ja, die zit echt goed op elkaar. Zet de doors open.
Wat zei je? Kan hierin, ga ik daar weg. Ja, als het kan onder de band, dat is goed. Ja, zeker. Hallo sir. Hallo. How are you? Ronald. I think we can do the next part in Dutch, since we have so many Dutch viewers. Jij bent de coördinator van deze challenge. Hoe trots ben je? Ja, het is mega trots. Als je kijkt dat de teams van over de hele wereld komen, dat we hier met zoveel enthousiasme en passie zien, dat mensen op eigenlijk zo goed als nieuwe BMW's een challenge mogen doen. Hè. Dat is onwijs gaaf. Daar zijn we super trots op als Holmatro, om dat te kunnen organiseren voor deze teams. Heel belangrijk is de band met BMW voor je? Ja, enorm. BMW heeft natuurlijk erg best gedaan. We hebben 30 nieuwe BMW's gekregen. En daarmee kunnen de teams oefenen op auto's zoals ze die dagelijks nu op de weg kunnen vinden. Ja, dat is enorm belangrijk voor ons, maar ook voor alle rescuewerkers in dit land en in de wereld. Is het niet een beetje zonde om dit soort nieuwe BMW's kapot te maken? Ja, dat zou je zeggen inderdaad. Uiteraard, het ziet er allemaal heel mooi uit en het lijkt heel erg zonde, maar deze auto's zijn nooit bedoeld om de weg op te gaan. Het zijn allemaal prototypes, testmodellen. Eigenlijk met elke auto is wel iets mis, waardoor ze nooit de weg op hadden mogen gaan. Ze worden sowieso gedemonteerd en gesloopt. En in de tussentijd mogen wij ze lenen om deze wedstrijd te organiseren. Dankjewel, Ronald. Seintje, als jullie zover zijn, zo meteen, jongens. So in the meantime, as you can see, they got the medic inside the vehicle. He'll be conducting his first assessment. Hier staat hij vast, achter staat hij vast. Uitstekend. Hier naar voren, ook van de voren te open werken. Ja, we gaan nu even koppelen. The incident commander is talking to his technical team. Met Ronald overleggen. They are formating a plan on how to get more space. Van deze kant kan open, dus dat hebben we veranderd naar deze kant. Het plan wordt de zijkant daarna zoveel mogelijk ruimte creëren in het dak. Daarop voorbereiden is het hier allemaal klaar. And, they are now removing trims and plastics. You can see some rubbers and some plastics coming out. That needs to be done before you actually start cutting and spreading. Now, as you can see, the incident commander is holding an iPad. On the iPad, there's information from the crash and recovery system telling exactly where the airbags are, what kind of fuel is inside the vehicle, and what all the other hazards are. And what you can see the incident commander do is quickly paint on the vehicle where the hazards are and what it is. So you see with the orange marking, those are the areas where they should not cut, as there might be seatbelt pretensioners or airbags. Dus we moeten sowieso rechts onderuit. Ik verwacht nekletsel en hoofdletsel. Want hij heeft zijn hoofd tegen de zijkant gestoten. Ik zie geen uitwendige. Ons plan is de hele zijkant eruit, daarna zoveel mogelijk ruimte creëren met het dak. En dan gaat hij in Steve, deze richting eruit. Staat dat short voor jou? Can you do it in Dutch, Steve? Zoveel mogelijk. Only after a few beers. Ja, dat gaan we doen zoals we net eigenlijk gedaan hebben. Update now, so they called their plans, which was good and viable. Okay. We did think there was another option on the B plan, which the OIC spotted after speaking to the medic, and he's changed that, which is absolutely what we need to see. So we're now going down a good progression route there. Peeling, revealing, taking a trim out there, and getting ready for the extra. And this team is a new team, doing really well. Thank you, Tony. Paul, the incident commander in good contact with the inside man. Yes, we made a great contact with the inside man. Medic, that is. He's still doing a good thorough 360, he's just got more details of the casualties' injuries. He's declared his plan back down to the medic and shared it with the medic inside. So yeah, he's almost like he's got a sixth sense in there. Thanks, Paul. They are obviously with the tools trying to make their way around the car. They are cutting the hinges from the back door and with the mini cutter trying to get through the check strap. Bovenin zit een ontlading voor een airbag, onderin zit een gordelspanner. Peel en piek hebben ze gedaan, ze weten waar ze zitten. Incident commander is telling his technical crew via the iPad exactly what they should avoid. Preparing them for the next cuts and spreads. Maar in de A-stijl zit ook nog verstevigd. Ja, dus als ze straks gaan rammen, niet op, precies op de aanhechting van de B-stijl. Die en die. Correct. Ja, ik heb ze al getekend, maar ik coach ook hun erop. Hè. Batterijen gecheckt, dat is geen issue. As you can see,
They've removed the back door. Ronald? Continuously working on the tools. As soon as the cutter goes out, the spreader goes in, followed up by a mini cutter. It seems to be a smooth operation. De passagiers airbag is nog niet afgegaan. Ja. Schroevendraaier klaar, gelijk uitzetten zo. Tony, how's the casualty doing? As you see, the medic's in the car. He's doing his thorough assessment, by the looks of it. We'll wait and see what happens with the plan. Peter, you heard it? If they get him out, passenger would be good. Airbag did not deploy. Thanks, Tony. Screwdriver is... They're still trying to get their way through this car. It's obviously a modern car, which is very, very strong. They're using the spreader to get that door open. As soon as that door is open, they'll have plenty more space to get closer to that casualty. The airbag in front of you has not gone off, I see. So that's still a danger. So I'm not going to move. Hier is het stuur. De passagiersairbag is afgegaan. Ferry, passenger airbag is out. No issue. Now, next to the alerting event, this is obviously also still a competition, so the teams are on time. They've got 20 minutes to get this done. 20 minutes to get the casualty extricated in a safe and controlled manner. Nee, met het scherm. Kunststof. Even de medic assisteren. Die zit dus eentje kunststof te doen. Paul, does it look like the casualty is going to see the living daylights in 20 minutes? Definitely. Definitely. They'll be out there. Yeah. Easily within 20 minutes, let's hope so. Thanks, Paul. Dan moet jouw tas even van de kant zoveel mogelijk. Ja, je hebt gereden. Stoel ook zoveel mogelijk. Ja, wat voor tijd? Ga ik zo kijken voor jou. Eerst even de hoofdsteun van de stoel in ieder geval eraf. En dan gaan we focussen op de B-stijl. Wil je hem wat ertussen hebben? Wat zei je? Wat ertussen hebben? Wat? Probeer het even hoofdsteun eraf met de minicutter in overleg met de medic. Ja. Pas op. Oh. So that second door has now come off. Ferry. Ja, heel goed. That means that they get heaps more space. Be curious to see what their next movement is. Heeft iemand? Nee. They're covering up the casualty and the medic inside the car. Even kijken. Seems like they're going to cut the B-pillar next, and that will give them plenty of space to get that casualty out. Okay. Yep. 12 minuten. Ja, super. I'm joined here by Martijn. Martijn, I think we do the interviews in Dutch, just for the viewers at home. Nou, voor jou is dit natuurlijk heel bijzonder. Een geboren Tielenaar die in Rotterdam woont. Dus het moet voor jou het beste van twee werelden zijn. Ja, dat kan je wel zeggen. En, ik vind het fantastisch om te zien hoe ze, ze dit aanpakken. En ze kunnen heel goede training gebruiken. Want het is niet alleen Rotterdam is een vrij groot qua gebied. Maar zij bestieren het gebied waar ik woon. Dus ik ben hier erg blij mee. Ja, dat is goed te horen. Hey, de Pentium Tools die zijn nu sinds een jaar of twee op de markt. Maar daar gaat natuurlijk wel een paar jaar aan vooraf. Hoe lang is Holmatro bezig met het ontwikkelen van zo'n serie? En met hoeveel mensen doe je dat precies? Okay. Ferry, het begint met een kleine groep ontwikkelaars met nieuwe technische ideeën. Waar we de haalbaarheid van willen testen. Dus uiteindelijk is het ongeveer vijf jaar geleden Ram even neerleggen, gestart. Kunnen we zo vooruit moeten afgeplakt worden. En als de technische haalbaarheid bewezen is, dan kunnen we opschalen. En uiteindelijk in de hoogtijdagen, en dat zijn niet alleen ontwikkelaars, maar ook mensen van productie en marketing en inkoop. Ja, daar ben je wel met 20, 25 man bezig. Ja. Dankjewel. En de minicutter die is nieuw. Was dat het laatste stukje wat we nog misten in de grote puzzel met batterijgereedschap? Werd heel goed. Ja, de final cut. Hè. Het is dus, je ziet, hij wordt hier gebruikt voor kleine ruimtes en gaat eruit. Kleine knips. Dus erg blij dat we die in een kortere tijd hebben kunnen introduceren. Super, dankjewel. Peter die gaat gelijk naar de dump toe. As Martijn was saying, it takes about 5 years and roughly 25 people to get a series like the Pentions online. So for the last 7 years we've obviously known that this was coming. They've been on the market for 2 years now and as you can see they've got absolutely no problem with chewing through these brand new BMWs.
Seems like they created lots of space. The next thing they're doing is covering up all the sharps with sharp edge protection kits. Ja, maar de stoel gaat er zo uit en dan gaan we het dak rammen. Schaar voor de stoel. Bovenkant afdekken. Bert? Ja. Oké, bovenkant B staan nog. Steve, happy with what you see? Yeah, happy so far. There's one or two points. This is a new team, you know, but you look at the overall, what they've done so far. Really, really good, you know. Just one or two little learning points along the way. Potential to be a really good team. I know they're your own people as well, so you've got a real interest here. Great. This is going to be covered, eh? Yeah, so plenty of space. So far, yeah, we've got a little bit of internal stuff to do now, but in the external space, it looks okay. They're now on with covering all the sharps up. Again, this is what we're expecting to see. They've got great access in now to work on them seats, and that's the key. We've been seeing some kind of keyhole surgery going on. 15 minuten. On this one, so we'll see how it goes. Thanks, Steve. We zijn 15 minuten onderweg. Wervelplank klaar met de headblocks hier. Even op twee stophoutjes. In de schaduw, hè? Rustig aan, hè, jongens. Scherm ertussen. Goed zo. Lekker bezig, hoor. Vierkante stophoutjes. Oh, vierkante. Oh, ja, ja. Gaan we de benen verstaan in de aanstaat? Ja. Hier. We zijn 15 minuten onderweg. Een millikutter. Ja, perfect. Daar. Bert, kom in de schaduw. En anders moeten we schaduw maken met de deken. Leg de deken er maar bij. Ja, dan hebben we de hoofdsteun erbij. Ja. Plaat tussen. Kom maar. Hè? Kan dat slecht op? Nee, de ram aan de voorkant schuin en aan die kant van de B-stijl, want hij komt de schuin deze kant op uit. Wacht er dan, echt wachten. So as we can see, they've removed the back seat. That's giving them plenty of space. We zijn klaar om te rammen. He's protected. They're getting closer and closer to the casualty. One moment. They're removing close to the patient now. Even wachten. Ik zal alleen de A-stijl rammen, hè? Wat zei je? De B-stijl ben wel lang mee bezig. Ik zou alleen de A-stijl rammen. Of niet? Alleen de A-stijl. A-stijl moet nog geknipt, hè, jongens? Maar dat moet eerst, hè? Oké. Even wachten. Ja, A-stijl knippen. Robert, waarom wil je deze weg hebben? Ruimte genoeg zo. We gaan knippen, hè? We hebben ook tijd. Ja, wil je hem er zo uit hebben? In time to snatch the... Klein beetje rammen. No, not at this moment. I think they need to get their beautiful minds together and work this out. Wacht even, die keuze maken we met de medic. Stoppen. Ik denk dat we zo ruimte genoeg hebben. If you think it's enough space, we're gonna extract now. We're gonna extract. You sure? Okay. We're going to discuss the extraction, you prep it all, thanks. Okay. That's obviously clear commands given, you can hear the incident commander being on top of stuff. Spinal board is going in, that means they are very close to extracting the casualty out of the car. Yeah. What they will do is lift the casualty up just a little bit, slide the spinal board under, and then collectively try to pull onto the spinal board as one simultaneous move. This is obviously always one moment. Medic has the lead. Medic counts. Extraction. Okay. Yeah. That's when you're really working on the casualty. Okay. We're gonna get you out of here. We're gonna get you onto the board. Okay. I'm gonna. Als jij soms hoofd pakt, de weg. Ja. Weet je, aan die kant moet deze kant gaan tillen. Ik pak zijn rechterkant. Ja. Zijn hoofd mag ze minder draaien, maar... Ja, ik heb zijn hoofdbeet. Oké. Okay. Gaan we zo meteen op 3 beginnen en op 6 zijn we telkens een stukje verder. Ja, heel goed. Obviously the team from Rotterdam brought one of their supporters. Tempo, mannen. Bang in, hoe gaat het? Het gaat goed. Volgens mij gaat het met hun ook heel goed. Ja, heb je het idee dat het vlot verloopt? Ik heb geen inhoudelijke kennis, maar het ziet er goed uit. Je ziet er net zo soepel uit als tijdens de oefeningen. Ja, dat denk ik wel. Ze zien er niet heel gestrest uit, volgens mij. Nou, I think I fully agree with that. They don't look stressed at all. They seem to be very, very cool and collective. You see that the casualty is being brought on the spinal board right now, so he's coming out soon. Make sure that when he's coming out, you give him a warm applause, because this is obviously a huge achievement. Zuurstof, ladies and gentlemen, put your hands together. Linksom, jongens, richting de schaduw. Ja. Bert, dekentje pakken.
Bekkenband moet geplaatst worden, jongens. They've done their first assessment inside the vehicle. They will now take care of the casualty. Do a second medical assessment. Medical stillen. And that's the whistle, ladies and gentlemen. Dat is de fluit. Einde van dit scenario. Safe. Lekker gewerkt, jongens. In a few seconds we'll hear from the incident commander. Get his first reaction. Hoe is het gegaan? Nou, goed. Doel bereikt. Patiënt binnen 20 minuten uit de auto. Daar gingen we voor. Aantal keer gaandeweg ons plan aangepast of moeten aanpassen. Daar hadden we ook met elkaar afgesproken dat we dat zouden doen. Ons plan was maximaal te creëren aan de linkerkant en ook nog eens rammen. Omdat het slachtoffer voor het mooie ongunstig schuin moest. Omwille van de tijd hebben we uiteindelijk die ram niet ingezet en het dak niet verder omhoog geduwd. Maar goed, dat pas je gaandeweg aan. Het was een leuke, hele leuke casus. Qua stabilisatie zat er nog een uitdaging in het linkervoertuig voorin. Dus alles zat erin waar we op hoopten. We hebben lekker gewerkt en het is een ongelofelijke belevenis dit. Okay, that's good to hear. They tried to go for full space creation, create as much space as possible. The other thing that they were struggling a little bit with was obviously the space inside. They wanted to create even more space, but they're overall very content with what they have achieved, and so they should be. It was great, obviously, to have you guys here. Thank you so much for participating. And now we hear from the technical crew. Goedemorgen is het nog, jongens. Goedemorgen. Hoe is het gegaan voor jullie gevoel? Ja, een hele ervaring. Nieuwe auto's is zwaarder knippen dan dat je gewend bent natuurlijk op de post. Supermooi gereedschap, wendbaar. Geen slangen er meer aan, dus dat maakt het echt een stuk flexibeler. Dit type auto's is zwaar, maar met dit gereedschap kom je er, als je het goed inzet, wel doorheen. Maar het kost even tijd. Patiëntenveiligheid dus voor ons is doel bereikt hier. En we hebben een fantastische ervaring, dat is het mooiste. Ja. Okay, so he's saying that the tools performed really well. Obviously, you don't get a chance every day to work on modern cars at the station. It would be too expensive. So it was a good challenge here to work on these brand new cars and see how the tools perform. Wat was het moeilijkste? Wat vond je het lastigste aan dit scenario? Ja, je merkt dat het nog steeds best wel warm is. Dus lekker zweten. Kleine ruimte, sterkere voertuigen. En toch met het spul van de maat, dan krijg je iedereen los. And a mooie samenwerking tussen Gelderland Zuid en Rotterdam Rijnmond. Mooi om te zien. Yeah, so he's saying it's hot. It still is. It's a bit rainy, but it's still very hot. So that was obviously a challenge. Tools performed really well, and I think it's very important what he said last. It's beautiful to see a cooperation between two fire areas from the same country. In this case, the Gelderland area and Rotterdam working together collectively as one team. Ik denk dat jullie trots mogen zijn, mannen. Goed gedaan. Ja, zeker zijn we. En bedankt dat we dit hebben mogen doen. Ja. Welkom. Als laatste horen we dan nu nog van de medic. So last we'll hear from the medic. He's still he's in conversation. He's coming over right now. Zo. Welkom. Thank you. Je hebt het een beetje warm, of niet? Ja, best wel. Waarom draag jij een roze helm? Dat heeft te maken met het kanker awareness idee. Dat er mensen met kanker ook onder hulpverleners zijn. En Stichting MSA heeft daar een mooie actie op gestart om dat onder de aandacht te brengen. Dus dacht ik, nou, daar wil ik wel meedoen. Vind ik leuk. So I asked him why he's wearing a pink helmet. And that is to create awareness for the MSA Cancer Funds. Obviously, part of their turnover is going to this awareness funds. So he said, that's a good cause. I'll wear a pink helmet today. Wat was je gevoel? Hoe ging het? Ja, voor mijn gevoel, het ging zo verschrikkelijk snel. Ik had het idee dat we nog veel meer tijd hadden. Maar gelukkig hebben we uiteindelijk voor gekozen om het toch eruit te trekken zo snel mogelijk. Ja, dat bleek een goede call, want we waren echt net binnen de tijd. Maar voor mijn idee vloog het voorbij. Het ging lekker. Dus we hebben goed ruimte gemaakt. Ik kon snel mijn ding doen. Ja, wat mij betreft top inzet. So in his view, time just flew by. 20 minutes were just going really, really fast. Overall, very, very happy feeling. Happy with the space they've created and the way they've extracted the vehicle. Hoe trots ben je? Ja, super trots. We hebben het gewoon even gedaan. Yeah. Alright, so he's saying he's super proud and so they should be. Thank you so much for participating. That was the second team of this morning. Two more teams to come in the afternoon. Stay tuned. See you soon.